Yo, guys, van Gaming Max, welkom bij een nieuwe Mindtopia video, mensen. Vandaag zijn we eindelijk weer terug op Mindtopia. Het heeft een tijdje geduurd, mensen. Er zijn heel veel dingen gebeurd, daarom deze video. Blijf vooral kijken, belangrijke informatie en doe alvast een like. En dan ga ik jullie nu vertellen wat er allemaal is gebeurd en wat er gaat komen. Want dit zal een van de belangrijkste video's zijn in een hele tijd, mensen. Maar, voor het eerst, we zijn terug. En ja, wat was de reden dat ik een tijdje weg was? Nou, ik heb dus nu een nieuwe computer. En zoals de meesten wisten van livestreams, ik had deze laptop die blaasde keihard, dus hoorden jullie allemaal ruis en weet ik wat allemaal. Dat is dus nu allemaal weg. Dus nu hebben we, kunnen we gewoon goede livestream doen zonder ruis en weet ik wat allemaal. Ik heb nu een computer, dus ik kan nu ook gewoon 24 uur livestream doen als ik zou willen. Want deze kan veel langer aanstaan dan die laptop. Dat is in ieder geval nice. Maar er is natuurlijk nog veel meer aan de hand. En ondertussen gaan we eventjes hier even op het plein chillen in Atlanta. Ik ben het gast nou ook. Ik dacht even dat die bivakmuts op had, ik dacht al. Ik ga vier scooter neerzetten. In ieder geval, er is dus veel meer gebeurd, mensen. Ik ben niet alleen gestopt met spelen, want ik ben nog wel gewoon af en toe online geweest. In ieder geval, er zijn Max en ook in mijn heads in de inkoop gekomen. Die heb ik ook ingekocht en die ga ik dus ook een paar keer weggeven en livestream zo. Dus wil je er eentje winnen, ik geef in deze video 3 weg. Laat een reactie achter waarom je Max en ook in mijn head wil winnen. En wie weet krijg jij er wel eentje naar jou toe. In ieder geval, je moet natuurlijk even abonneren, even liken en belletje aanzetten. Dat is ook heel belangrijk bij mijn kanaal. Zet het belletje aan dat je meldingen krijgt wanneer ik een video upload. Dus dat wil ik ook nog even vertellen. Maar dan gaan we nu over naar het upload gedeelte van mijn kanaal. Want deze video gaat eigenlijk iets minder over Mindtopia. Ook wel wat ik op Mindtopia ga doen, maar ook meer over mijn kanaal zelf. Dus ja, dat is natuurlijk heel belangrijk. In ieder geval over mijn kanaal zelf. Ik ben van plan om een uploadschema te gaan maken. Of jullie mogen bepalen wat ik ga doen. Dus als jullie willen dat ik dagelijks uploaden, dat kan. Dan moeten jullie achterlaten dagelijks uploaden. Ik zal dan niet elke dag Mindtopia doen. Maar dan 4 van de 7 dagen Mindtopia. Of 3 van de 7. Dan 1 dagje Kingdom. 1 dag een livestream denk ik dan. En 1 dagje minigames. Of dan kijken we wel wat we gaan doen. In ieder geval laat het achter wat jullie willen. Dagelijks 4 keer per week of zo, of 3 keer per week, 3 keer per week, 4 keer per week, dagelijks. Laat me achter wat jullie willen. Dus en die is burgemeester Marco. Marco is burgemeester geworden. Marco, van welke stad is hij burgemeester geworden? Welkom in de VIT. Jullie horen trouwens wel een toetsenbord nog. Ik heb nog even een skeer toetsenbord aangezien ik nog een game toetsenbord moet kopen. Aangezien ik eerst een toetsenbord voor mijn laptop natuurlijk had. Maar nu moet ik even nog een fatsoenlijk gaming toetsenbord kopen. Dus als jullie even een goede toetsenbord hebben, wat gewoon geen geluid maakt. Geluid maakt, moet wel goed uitspreken. Gewoon dat chill is voor op te nemen en te streamen. Dat je de hele niet heel dat klote toetsenbord wat tikken. Heb jij een goed toetsenbord dat, wat gewoon chill is voor te gamen en niet te luid is? Laat het ook even achter in de reacties. En wie weet kies ik er wel eentje die jullie me aanbevelen om te gaan kopen. Want ik heb echt een nieuw toetsenbord nodig. In ieder geval, dat is ook. In ieder geval, dat is dus over het, het uploadschema. Dagelijks 4 dagen. Jullie mogen beslissen. Laat het achter in de reacties. En dan zitten mij gewoon aan te rijden, die gekken. Zitten mij gewoon aan te rijden. Hey, gekken. Je mag niet zomaar mensen aanrijden. Komen ze weer. nou, ik wel. grappig. We gaan even op het bankje zitten. Bij Not Very Awkward. Heb ik nu fame? Ja. Nu wel. Zoom even om in, heeft hij ook fame. Dan gaat Danny ervoor staan. Nou, kijk, heeft hij ook even zijn fame. In ieder geval, dat is het dus, mensen. Wat een beetje aan de hand was, dan weten jullie dat ook. Wat er was gebeurd, wat mensen vroegen al. Waar blijven de uploads? Als je dat soort dingen wil weten, moet je mij op Twitter volgen. Linkje staat in de beschrijving, want daar update ik, gewoon wat er aan de hand is en zo. Kan je dan updates op Twitter vinden meestal. Want ik kan moeilijk een PC een YouTube video uploaden zonder PC. Oh mijn god, ik moet er even aan wennen, mensen. 2 weken niet kunnen. Ik moet er even wennen aan een videootje maken. Nee, grapje. Ik versprak me gewoon een aantal keer. Maar in ieder geval, we gaan dus op Mindtopia ook dingen doen. Dat is het volgende punt. Dus dan hebben wij een nieuwe PC gehad. Trouwens, voor de mensen die willen weten wat er in mijn PC zit. Hier kijk maar. Hier staat het ergens. GeForce GTX 1060 6GB Intel Core i7 8000. Ja, het zal wel allemaal. Ik heb er geen verstand van, mensen. In ieder geval, het is een goede PC, aangezien ik ook hier gewoon steady 60 FPS kan opnemen zonder lag. Want ik heb nou op een log staan voor 60 FPS opnemen. Maar ik kan hem niet hoger zetten op mijn opnameprogramma. Dus als het goed is, hebben jullie nu 60 FPS beeld ook. En dat kan ik nu dus ook bij livestreams doen. Alleen vroeger had ik 30 FPS. Dus als het goed is,
loopt het nou allemaal smoother ook in de video? Ik weet het niet. 30 fps zal ook wel goed zijn geweest altijd. Ik heb nog nooit iemand horen klagen erover. Maar jullie hebben dus nu ook 60 fps. En trouwens, wat er ook aan de hand is, er zijn verkiezingen op Mindtopia. Ja, ik ben in Limburg, ja. Er zijn verkiezingen. Nou, dan denken jullie, huh, wat? Ja, er zijn verkiezingen, ik kan er wel ondertussen even heen lopen. Kijk, ik heb mijn scooter opgepakt, want ik heb gisteren mijn scooter kwijtgeraakt, omdat ik was uitgelokt en hij stond er nog, toen moest ik 60k boete betalen. Nou, als je dus wil stemmen, het kan nog volgens mij vandaag nog alleen, als ik de video upload vandaag, kan het alleen nog, moet je naar Donald Trump gaan. Ja, ik heb al gestemd. Je kan stemmen op Eerlijk MT, Juste Vantoos, Vrij Mindtopia, Dus David, VVV, Liberaal, PVDM. Ja, ik heb op Dus David gestemd, aangezien ik hem hier gewoon de beste ideeën vond, aangezien hij er ook een video over had gemaakt met een paar punten. Niet echt punten, maar goede ideeën vond ik vooral. Vooral het beste vond ik wat hij wou, is een trade systeem. Dat er gewoon nooit meer gescamd kan worden, want dat blijft het grootste probleem van Mindtopia, scammen. Eén dropt iets, de andere dropt het niet terug en rent weg. Maar had hij bij haar bedacht dat je een trade systeem kon maken, dat beide mensen iets in een systeem moesten doen, en dan moesten ze het allebei accepteren of ze het wouden. En dan is het veel veiliger, heb je geen scams meer. Dus ja, vooral om dat idee heb ik op hem gestemd. Maar het is natuurlijk vrij om zelf te kiezen wat jullie willen stemmen. Je moet misschien eventjes op Mindtopia mensen vragen welke standpunten partijen hebben. Want ik ben een beetje afgegaan op één ideetje. Misschien niet zo slim, maar ja, ik had me verder niet in verdiept. Dus ik koos maar eventjes daarvoor. In ieder geval, jullie zijn ook gewoon vrij om te kiezen voor iemand. Je hoeft niet per se dezelfde als mij te stemmen. Kies gewoon eentje, ja, die jij de beste vindt en die moet winnen. Volgens mij, ik weet niet, volgens mij, ik heb heel veel mensen gehoord. Oh, het gaat volgens mij tussen Liberaal MT en welke was het nog meer? Ja, ik weet niet meer. Liberaal MT en nog eentje stonden volgens mij heel hoog. Want ik had natuurlijk even rondgevraagd wie hebben jullie gestemd. Volgens mij gaat Liberaal MT dan wel winnen. Want ik heb echt 80% van de mensen die ik vroeg hebben op die partij gestemd. Dus ja, dan weten jullie dat ook weer verkiezingen. Ja, kom lekker naar Atlanta toe. Of ik weet niet of je nog in andere steden kan stemmen. Maar in ieder geval, hier kan je stemmen. Stemmen wie je wil en dan is dat ook weer gebeurd. Maar dan gaan we nu naar het plan van mij in Mindtopia. Want jullie denken, ja, je kan wel Mindtopia gaan uploaden. Maar als je geen bedrijf hebt en weet ik wat allemaal, dan we gaan achter een auto zitten even. Als je geen bedrijf hebt en weet ik wat allemaal, dan is er natuurlijk niks aan op Mindtopia. In ieder geval, zoals je ziet, we hebben 9 miljoen. Aangezien ik de veiling heb verkocht aan de gemeente terug. En ik heb natuurlijk Max en de Game Head. Ga ik dus ook inkopen, weggeven. Dat heb ik al verteld trouwens, wat ga ik nou nog steeds vertellen. In ieder geval, mijn bedrijf wat ik ga maken. Ik ben van plan om een nieuw bedrijf te maken, mensen. Ja, ik ben van plan. Ik ben iets aan het uitwerken. Ik kan nog niet alles erover zeggen. Want ja, als ik dat nou zeg, dan, dan gaat iemand mij misschien nadoen. Maar het is een super tof bedrijf. Voor de mensen die het niet weten. Ik heb er vroeger ook al een gehad. Het was een van mijn beste bedrijven vroeger ooit. Sommige mensen kunnen denk ik al raden. Als je een beetje terugkijkt op mijn kanaal, dan weet je het ook. Maar het was echt letterlijk een van mijn beste bedrijven ooit. Of misschien wel mijn beste. Dus dat ga ik proberen terug te maken. Ja, wil je weten wat dat is, dan moet je even terugkijken. Of even afwachten. Daar ben ik dus nu mee bezig. En ondertussen race die rens even hier door die straat heen. In ieder geval, dat was het dus, mensen. Ik ben trouwens ook min 1 level. Wat is dit nou weer? Min 1 level. Nou, niet zo handig. Maar dan ga ik aan werken. Volgens mij moet ik plotjes kopen en dat soort dingen. Dat moest allemaal gebeuren. Dus dat gaan we dan binnenkort doen. In ieder geval, dit was dus eigenlijk de belangrijke update video. Wat er allemaal aan de hand was, was niet echt een Mindtopia video. Maar we zijn op Mindtopia, dus we maken er gewoon een Mindtopia video van. En ik heb natuurlijk wat informatie verteld over Mindtopia ook. In ieder geval, wat het dus was, is een nieuwe PC. Een uploadschema moeten we dagelijks gaan uploaden. Of 4 keer per week. Laat het achter natuurlijk in de reacties. Dat hebben we natuurlijk behandeld. En natuurlijk behandeld dat Max en Game Heads in de inkoop zijn geweest. Rij naar inkoop. Heads. Nou, als ze er even heen rijdt, dan kunnen we dat ook nog even laten zien. Als ze weet waar het is. Waar is dat? Bij Popo daar. Bij Popo daar. In ieder geval, dat is dus in de game gekomen. En natuurlijk, wat ik ga doen in Mindtopia. Trouwens, ik ben ook nog iets van plan om met kijkers te gaan doen. Dus waar iedere kijker aan mee kan gaan doen als hij Mindtopia speelt. Maar dat is nog geheim, dat komt er ook dus aan. In ieder geval, als je toffe ideeën vindt, doe alvast een like. Als je het alvast leuk vond, vergeet zeker niet te abonneren. Heel belangrijk voor mijn kanaal. Dus wel, ja, mensen, zet het belletje aan. Als je op de hoogte wil blijven. Heel veel mensen krijgen soms mijn video niet binnen. En ondertussen bij de inkoop. Kijk, hier. Hier MT YouTuber, hey. Welke gamers? In ieder geval, je kan ze inkopen als je een headshop hebt. Huh?
even duur dit. Ja, dat is even duur, maar maar niet. In ieder geval, als je een handwinkel hebt, koop ze je lekker in. Dat is wel grappig. Misschien kan ik ze wel een keer allemaal opkopen. Want ja, heel veel mensen willen ook nog steeds dat we winkels gaan leegkopen. Dat zal ook nog wel een keer gaan gebeuren. Maar in ieder geval, dit was dus de video. Vergeet zeker niet te liken. En volgens mij heb ik alles verteld. Ik heb volgens mij alles al 5 keer verteld. Maar dit was dus de belangrijke update video. Laat vooral achter in de reacties wat ik dus moet gaan doen. Dat moet ik vooral weten van jullie mensen. Wat moet ik gaan doen? Dagelijks uploaden. 4 keer per week. En ja, vergeet zeker niet te liken, het belletje aan te zetten. En mij op Twitter te volgen voor alle updates. En dan bedankt voor het kijken. En echt, tot de volgende keer. Doei!